Yo mensen van de Gamekanaal, het is weer tijd voor een nieuwe Survival Island. En ik weet, het heeft veel lang geduurd, maar ik had toetsweek en verder gaan we er niet over in. Het is gewoon weer tijd voor een nieuwe Survival Island. Wat er wel is... Wacht. Schapen, dan kan ik een bed maken. Maar wat er wel is, is die gare mot die ik altijd had met die meer beesten. Die is er niet meer, tenminste die is niet geüpdate. Of die kon ik niet meer vinden, of die moest altijd geüpdate worden, dus... Daar doe ik het niet mee, dus heb je nog andere leuke mod-suggesties? Dan moet je dat even in de reactie zetten allereerst, want dan kan ik er toch wel weer een mod in zetten. Ik heb er wel een mod in zitten en dat zie je hier misschien ook al wel. Namelijk de Timber mod. Want die is gewoon fucking handig, aangezien er weer allemaal bomen zijn. En ja, de camera mod, maar dat is, dat is eigenlijk voor cinematics maken. En verder heb ik er nog iets in zitten? Ja, Optifine. En de texture pack is defined. Maar verder zit er dus even niks meer in. Dat is zonde. En zoals je kan zien, de statief is anders. Die komt van boven. Mijn microfoon is ook anders. Maar ik denk niet dat je veel verschil zal horen. Aangezien die andere toch... Het is meer... Hij is anders. Alleen, ik weet niet hoe ver je het verschil kan horen. Aangezien je het dan toch wel echt naast elkaar moet zetten. En dan goed moet weten waar je op moet letten. Maar in ieder geval, hij is een stuk fijner. En ik kan dus in de top praten. Dus daarom kan ik makkelijker over mijn beeld heen kijken. En heb ik meer ruimte onder mijn bureau. Onder mijn microfoon, maar dat is allemaal terzijde. En ik heb de en ik heb de webcam verplaatst, dus die staat nou daar. En ja, de achtergrond ziet er iets netter uit. Normaal gesproken zeg je dan het andere stuk van mijn kamer waar allemaal mijn kleren altijd liggen. En nu zie je gewoon het rustige gedeelte van mijn kamer. Maar goed, dat terzijde. We gaan maar gewoon eens even weer door met Survival Island. Ik heb niet echt challenges dit keer, want ik heb zometeen nog wat te laten zien in die mine. Want ik was nog even geweest te minen. Offline. Offline in de mine. En daar ben ik wat dingen tegengekomen. En die ga ik dus zo meteen laten zien. Een heel leuk iets. Ik heb het aangegeven met botjes. Zoals ik heb nog 2 botjes over. Want ik had een paar botjes gemaakt. Maar eerst wil ik dus even die schapen daar zo gaan vermoorden. Oké, even kijken. Oh, wacht. Nee, ik heb... Ja, ik had iron. Dus ik ga even shears maken. Shears. En dan komen jullie zo weer. Oh, hoeveel zijn het er? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hier beneden misschien. 1, 2, 3, 4. Hoppa. 2... Nog 1 en ik heb een bed. Ik ga ze ook even levend laten. Eigenlijk is het wel makkelijk trouwens als ik dit even afscherm. Tot ze niet meer invallen. Het is makkelijk als ik ze levend hou. Want dan kunnen ze later nog meer wol geven. En dan kan ik daar... Ja, dan kan ik daar nog meer mee. Behalve een bed maken. Dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Nou, vast nog wel een paar handige dingen. Plus, heb ik ook wat gezelligheid op dit eiland. Nou, jij bent al dead man. Je zit in het water. Je bent dood. Zo, 3 van de... Zoveel. En ik kan ze laten paren. Misschien moet ik daar... Misschien is het handig om hekjes te maken. Nou ja, dat doe ik nog wel een keer. Nee, dat moet ik nu doen, Timo. Wat doe je? Oké, weet je, ik doe het nu. Hoeveel hout heb ik? Weet je, ik ga eerst even al die bomen maken. Ik ga een soort van farm maken voor mijn dieren. Oftewel, mijn schapen. En ik weet nog niet waar. Ik denk vlakbij de farm die ik nou heb. Die trouwens best wel groot is. voor het aantal dingen wat er nog in zit. Maar dat komt wel goed. Dat komt wel goed, schatje. dat is die reclame van Roos Vizé, toch? Bestaat Roos Vizé nog? Ik heb al geen Roos Vizé meer op. Vroeger dronk ik dat altijd, die persik. Maar ja, sindsdien ze die smaak daarvan veranderd hebben. Wat ze echt gedaan hebben trouwens. Ze hebben de smaak van Roos Vizé... Hé, waarom doet hij het nou niet? Dat doet het alleen met iron zeker. Ze hebben de smaak van Roos Vizé persik. Hebben ze een hele tijd geleden hebben ze aangepast. En sindsdien eet ik het niet meer. Of drink ik het niet. Huh? Is dat nou zo snel alweer aangegroeid? Of was dat een andere? Hoe is het Oké, ik maak het hier even dicht hoor. Zo. Ah, kut. Nee, komt die zon er nou weer langs? Ah. Zie je het? Ja, de zon. De zon! Ha! De zon. Er ligt nog wel sneeuw buiten, maar er is zon. Oké, even kijken. Zo. En dan maken we daar planken van. Ik ga eens even naar mijn huisje toe. Moet ook wel even replanten, hè? Want dat is biologisch. Wat? Biologisch? Even kijken. Ik had al een hekje, maar nog niet veel. Ik heb echt nog helemaal niks qua resources en ik wil nou al dingen gaan maken. Jongens, ik ga denk ik eerst maar even resources verzamelen. Als jullie het niet erg vinden. Oh, wacht, dat doe je met sticks, hè? Hoeveel sticks had ik daarin zitten? Oh, oké. Wauw. Oeh, wauw. Oké, we doen het zo en dan gaan we hiervan die sticks maken. Hoppa. Gangnam style. Hop. Zo. Hey, precies nog 2 over. Kan ik daar iets... Ja, wat kan ik daarvan maken? Geen idee. Oh, een poortje misschien. Oh, dat heb ik hier niet in zitten. Waar is dat? Ik hou hier ook nog ruimte vrij voor mijn huis. Want die ga ik vast nog wel een keertje groter maken. Dat weet ik eigenlijk wel 100% zeker. Ik moet ook ruimte vrij houden voor andere zaken. Zoals de
toekomstige challenges. Waarom zit hier zo'n hobbeltje? Die ga ik even weghalen. Oh, hé, kijk eens. Dat komt handig uit. Dan kan ik daar precies die twee sticks gebruiken voor een schep. Als ik die nog niet heb. Hé, dat ruimt. Wat zit hier nog in? Zit hier nog iron in? Nee. Kut. Geen schep. Nee, geen schep. Doen we maar zo. Tjak, tjak. Hoppa! Goed. Eventjes organiseren, zo. Die weg, want anders gaat het graven geen zin hebben. En graven als een malle. Graven als een mallen. Ja, ik had een toetsweek. Ik had gezegd dat ik erop op zou houden, maar ik had een toetsweek. En daardoor dacht ik, ik ga niet survival eind maken, want daar heb ik even geen tijd voor. Ik heb wel ook een paar dingen gemaakt voor The Kingdom. Dat is die serie van Dus David, de Kingdom serie. Daar doe ik de cinematics voor en de storyline shit. Daar zit ook wel wat tijd in, dus dat heeft even voorrang gekregen. Want het is zo'n vet project, daar moet je wel even aandacht in geven. Dus dat heb ik even voor survival eind gedaan. Maar nu heb ik er weer één, want ik heb nou gewoon genoeg vrije tijd. En ik zat trouwens ook een beetje met die mods. Ik dacht van, zal ik het nou zonder die mods doen of niet? Want het hoort er eigenlijk toch wel een beetje bij. Maar toen dacht ik gewoon van, fuck it. Ik ga ze gewoon laten zeggen dat ze maar leuke mods voor mij moeten uitzoeken. Die zij willen zien in Survival Island. Dus dat kun je gewoon insturen. Ook naar mijn Twitter, @DesikTimo. Dan komen ze allemaal binnen. En dan ga ik eens even kijken of wat leuke dingen tussen komen. Maar Creeps and Weirdos heb ik geïnstalleerd ook. Ik dacht, misschien is dat een leuke vervanging. Maar het lagde heel erg. Ik weet niet wat het was. Hij gaf de hele tijd framerate drops. Dat betekent dus dat het zo, soms zo... Ja, het zag er niet uit soms. En dat ligt niet aan mijn computer, denk ik. Want ik had Optifine zat er trouwens ook in. Dus daar zit het ook niet in. Dus ik vond het een beetje raar. Maar goed, dat is dus waarom er nu niks in zit. En waarom ik dus ook even dacht van... Zal ik het doen? En ik heb dat toch gedaan. Die zon komt langzaam... Ik heb daar wel een bord trouwens. Voor om de zon tegen te houden. Voor Coca-Cola. Geen sponsor, was het maar zo. Maar in ieder geval... Dat ga ik dan zo meteen maar even aan de zijkant schuiven. Het is wel heel erg groot, hè. Nou, weet je wat, dan maken we het daar gezellig voor die beesten. Doen we gezellig een boompje hier zo planten zo meteen. En wat water hier zo. Voor het drinken. En dan ga ik hier zo meteen ook ooit, als er weer koeien spannen of iets. Weet ik veel wat is altijd spannen. Heb ik een emmer bij? Oh, hier, hoppa. Meteen nog met water bij ook. Komt u maar. Oké, daar ga ik het niet uithalen. Ik haal het uit de zee, joh. Zoveel water in de zee. Zoveel water. Ik zag trouwens wel een leuke challenge. Dat is een uitkijktoren. Dat heb ik in vorige... Ik ben gewend om daar naartoe te kijken. Want daar stond normaal gesproken de webcam. Maar dat zat dus in de vorige Survival Island ook. En ik ben dus van plan om dat misschien ergens volgende keer te maken. Als ik weer een beetje veel stuff heb. Die ga ik dan daarachter bij de haven maken. Die ja, niet heel ver af is. De palen zijn verder naar beneden. Maar verder is er nog niet heel veel veranderd. Dat is ook een ingang naar de dingen, ja. Daar is nog niet heel veel veranderd, maar daar ga ik dus dan binnenkort die toren maken als ik genoeg spullen heb. Spelletjes. Want zonder spelletjes kun je niks. Kan ik hier nou wel water uithalen? Ja. Hoppa. Oké. Je hebt nodig wiet. Nou, niet wiet, maar wiet. En ik weet ook helemaal niet meer hoe je zo'n poort maakt. Ik heb een mobiel en ik heb daarop een crafting guide... Oh, moet ik hem wel in mijn handen houden. Een crafting guide neergelegd. Of geïnstalleerd. En daarop kan ik precies zien hoe ik wat maak. Dus ik ga eens even verder kijken hoor. Gameplay. Crafting. En ja, wat zal het dan zijn? Mechanism. Zit het hier tussen? Nee, dat zijn pistons en zo. Tools. Misschien? Nee, dat zijn tools, laat maar. Oh, hier misschien. Ja, hier zit het in. 2 sticks, 4 sticks en 2 hout. Oh, dat moet dus met sticks. Ik dacht dat dat met paletjes moest. Dus dan moet ik weer sticks gaan maken. Klik, klik, tik, tik, tik. En dan van die doe ik zo. Kijk, zo makkelijk is het. Pak ik gelijk even die mee. Want daarmee kan ik hem blijkbaar lokken, toch? Als ik alles goed heb. Als mijn berekeningen kloppen. Welke berekeningen? Oké, open. Opa, hang hem staan. En misschien is het handig als ik dan ook nog... Hero, want dat doen ze in de dierentuin niet. In de kinderboerderij doen ze dat ook altijd, toch? Doen ze hier zo'n extra plekje. Oké, het wordt donker, dus ik ga ze maar even lokken. Kom maar, jongens. Hey, jongens, ik heb wat voor jullie. Ah, kijk eens. Hey, ze zien het meteen. Kun jij ook nog even hier, allemaal even hierin komen? Hier zo. Goed zo. Spring. Goed zo. Kom maar. Oh, hey, hallo. Dat is grappig. Oké, jij ook nog kale schaap. Kom wel gauw wol bij, dus dat is al gelijk goed. Ander schaap, kom je mee? Ja.
Jij ook? Hallo. Hey. Hey. Hallo. Ah, kut, die zon is... Moment. Oh, ik zal even F5'en. Oh, F5'en. Ik ben Steve. Want Minecraft, die kon niet connecten met Minecraft.net of zo. Dus ik moest offline spelen. Dus daarom kan hij nou geen skin laden. Dus ik ben Steve, maar ik denk dat iedereen wel weet dat ik geen cracked Minecraft heb. En wat zegt dat tegenwoordig ook? Want tegenwoordig kun je gewoon op mijn naam inloggen op een cracked server en dan heb je ook gewoon mijn skin en zo. Dat kon vroeger niet. Oké, kom eens. Jongens, kom binnen. Jullie zijn heus niet gevangen. Haha. Nou, goed gedaan, jongens. Goed gedaan. Even kijken hoor. Even licht maken, want het is zo donker hier. Oh, is hij nou verliefd? Oh, dan moet ik natuurlijk op een andere eigenlijk klikken. Nou ja, allemaal. Heb ik een botje bij? Een botje? Nee, ik moet even wat skeletons killen. Ik doe even gewoon dat ding naar beneden, wacht. Even kijken, het is best wel donker zo. Dus misschien even wat lichter maken. Ja! Zo, dan kan ik het beeld tenminste wel beter zien. Het was een beetje donker hier zo. Even kijken, had ik nog bot? Die dingen moet ik trouwens even gaan replanten. Want ik heb wel even seeds nodig. Want dit moet een hele grote, rijk gevulde farm worden. Zo. En ja, dan kan ik eigenlijk ook wel een poortje doen. Misschien handig als ik hier even zo doe. Zo. Oh, deur stond nog open. Niet slim. Yes, botten. Dat wordt natuurlijk bone meal. Oh, dat wol kan ik trouwens ook even erin doen. Botten worden bone meal. En van bone meal maak ik sneller plantjes. En sneller boompjes. En in dit geval dus boompjes. Het is wel leuk dat die beesten grazen. Zo, boompje. Voor jullie, die ga ik ook niet kappen. Zo, en nog een beetje grasjes. Zo, gezellig. Niks meer aan doen. Oké, jullie mogen ook even groeien. Hopelijk krijg ik wel wat meer seeds terug. Als het er 5 zijn, heb ik gewoon pech. Oh, het zijn er 5, godver. Oké, maak het uit. Boommeel verspeeld. No problemo. Oké, ik ga me klaarmaken en dan gaan we de farmen. Niet de farm in. De farm in. Oh, die kan ik daar... Oh, die kan ik niet farmen, nee. Dan moet ik... Nou, misschien doe ik ook nog wel jungleboompje en jungleboom spawn. Just om die shit te kunnen farmen. Oké, even kijken wat ik allemaal nodig heb. Misschien handig als ik maar de helft meeneem. Want anders ga ik straks in de lava. En dan ga ik dood. En een extra pickaxe kan denk ik ook geen kwaad. Dan moet ik wel sticks hebben. Sticks, sandstones. Dat is toch van Call of Duty? Ja, dat is van Call of Duty. Zo, extra pickaxe. En hopelijk vinden we nog wat mooie dingen. Even wat eten meenemen is ook altijd wel handig. Appeltjes. Oké, deur dicht. Niet dat er nou nog veel... Staat hij eigenlijk wel op... Oh, zie je wel. Hij staat op peaceful. Normal. Kijk, gelijke skeletons en zo. Ho, ho. Trouwens, skeletons zijn wel handig. Die ga ik even vermoorden. Ik heb ook al fucking hoog level. Dus ik ga gewoon heel veel trainen. En dan binnenkort ook obsidian farmen. Hey, die heeft een enchant bow. Yes, enchant bow. Ja, dood. Zo, je ziet dat ik nou gewoon dood ga door deze beesten. Oké. Even kijken hoor, nou heb ik... Oh, ik dacht dat ik een enchantment bow van hem kreeg. Nou ja, niks dus. Maak het uit. Oké, even eten. Zo. Gaan we hier het farmhutje in. Nee, waarom zeg ik dit het farm? Het mijnhutje in. Mijn hutje. Het is van mij. We gaan de mijn in. Want ik heb met bordjes, dat zul je zo zien, bordjes en redstone toortjes. Ik had even wat... Precies, ik had één keer blokje redstone. Nou, iets meer dan één. Een paar blokjes redstone. En precies toen ik gestopt was met de redstone farmen kwamen er... Oh nee. Ik hield één redstone toortje over. Dat was het. Hier. Die zit hierin. Haha. Die neem ik lekker mee. Oké, dan gaan we langs deze deur. Oh, kut. Ik heb hem open laten staan. Niet slim. Maar ja, het was toch peaceful. Dan gaan we hier naar beneden. Hier zie je al een bordje met redstone. Het is meer om de weg terug te vinden. Maar het is dus ook als je die pijlen dan tegenovergesteld gaat volgen. Dan lukt het ook. Even kool. Dat is wel handig. Even tussendoor, hè. Oh, fuck. Hey. Burn, baby. Burn. And it's gonna burn. Sorry. Oh ja, dat is ook een leuke. Ik weet niet of het vorige aflevering was of de aflevering daarvoor nog. Maar mensen zeiden... Holy shit! Skelet party alles. Hè, jongens, kom eens. Oh, fuck. Springen. Oh, fuck. Spring. Dikke XP farm hier zo. Oké, hier maar even verlichten. Ja, hier dus. Mensen zeiden dat blokje, volgens mij... Ja, dat zie je aan de andere kant ook. Dacht dat blokje daar zo... Diamond was. Dat was geen diamond. Dat was niet. Was het maar diamond? Ik heb nog steeds maar één diamond. Die zit daar in de kist in dat hutje. Oh, fuck, creeper. Die mag dat niet opblazen. Heb ik geen pijl en boog? Oh, ik heb wel een pijl en boog gekregen net. Handig.
handig om hem te killen. Huh. 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 Yes. Gunpowder. Kijk, dat is hier ook weer een botje dat ik daarin moet. Oh, fuck. Stay away, ik ben gewapend, ga weg. Huh. Oké, laat maar. Dat botje, dat wijst daarin, maar we moeten deze kant op. Ik heb het hier ook een beetje vrijgemaakt, want die lava is een beetje zo van... Ai. Hey, gaf die nou een wortel? Nice, die kan ik gaan farmen. Iron, ook altijd handig. Ik heb hier alles nog niet gefarmd, dat is wel raar. Ik was gewoon echt aan het zoeken, eigenlijk. Laten we het maar eerlijk zijn, ik zat daar ergens en ik was de uitgang kwijt. Dat was het. Oké, kijk, en hier staat mineshaft. Jawel, ik heb een mineshaft gevonden. Dan moet ik even op de klok kijken trouwens, want ik heb een klokje aangezet. Dat ik straks niet 50 minuten bezig ben. Want als ik eenmaal bezig ben, heb ik er echt gewoon zoveel... Dan kan ik echt gewoon doorgaan tot, weet ik veel, tot 20 minuten of zo. 50 minuten in principe. Maar dat doe ik niet, want ik wil het netjes doei zeggen. En als het goed is, als ik dan hierin loop, hier kan wel even een extra torch. Al die kool trouwens, moet ik echt een keer gaan minen. Nou, die kant op dus voor de uitgang. Die kant op voor zombies. Nou moet ik hier even op... Ik heb niet alles gedaan, want mijn bordjes waren op een gegeven moment op. Hey, cold. Cold. Hey, iron. Wacht, die komt van daaronder natuurlijk. Yes, coal. En nog meer. Oh, what the fuck? Sneaky bastard. Ga je niet eens even killen? Homo. Niks tegen homo's trouwens, hè. Goud. Nice, daar kan ik een kroon van maken. Of nee, Urx. Ik maak er Urx van. Oftewel, Urx zijn schoentjes. Na 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 na. Zo. Hoppa. Ja, die kool. Ik heb genoeg kool eigenlijk. Als ik ooit kool nodig heb, dan ga ik gewoon even mijn mine in. En dan heb ik kool. En ik zei dit keer mine en niet farm. Oké, weet je wat? Zullen we gewoon rechtdoor lopen? Ja, hier is het dodge. Oh ja, hier is het. Ja, hier moet ik wel even... Ook eigenlijk een bordje. Oh, nee. Goed. Maar hier. Tada! Een abandoned mineshaft. Eerst even diamond. Dan abandoned mineshaft. Want hopelijk zitten daar wat leuke dingen. Zoals kisten. En hopelijk zitten daar dan weer in dingen als meloenen. Want meloenen die farmen lekker makkelijk. En die geven fucking veel van die dingen. Wat is hier trouwens? Oh. En misschien omdat we nou ook wel lager zitten. Dat we hier makkelijke diamonds vinden. En redstone. Hier. Zo. Hopelijk zit dat. Oké. Dus recht naar beneden is nooit slim. Maar misschien bij deze wel. Ah, ook niet. Maar even kijken wat hier allemaal zit. My body down. Nee, ik zit heel tot gewoon met dat nummer in mijn kop. Waarschijnlijk heeft niemand het, maar wel een leuk nummer. Oké, even die. Even dichtmaken, nee, want anders val ik hier zo meteen misschien wel in. En dan gaan we nu... Oh, pickaxe is bijna op, maar dan gaan we nu die mineshaft in. Ah, die iron overal. Iron over the place. Ik ga dat gewoon allemaal farmen. Oh, kut, dat was een creeper. Ah, nooit met je rug naar een mineshaft gang toe. Huh. En... Goed. Nice, iron. Kan ik zoveel tools van maken. En misschien ook een anvil later. Uit. Wow. Oké, even kijken hoor. Naar jou kom ik zo meteen. Lieve meneer, ik kom zo meteen. Rustig wachten. Ik ga eerst even dat water daar weg doen. Wacht, pak ik even met mijn emmer. Dan kan ik weer helemaal terug zwemmen. Ik kom eraan, rustig. Beter zijn het er meer dan één, want anders is het een beetje lelijk. Yes. Oké. Weer een diamond. Beter zijn het er meer. Auw, het was maar één. No! Maar dan hoef ik er nog maar eentje nog. En dan heb ik een diamond pickaxe. Want ik ga als eerste een pickaxe maken van diamond. En dan ga ik die als eerste enchanten. En dan ben ik fucking sterk. Want level 30 is de hoogste enchanting. En daar ben ik nou al bijna. Dus in principe is dat fucking nice. En in principe moet ik nu ook niet gaan vallen in dingen zoals dat. Maar daar heb ik dit voor. Oh, dit is fucking handig. Ik ben echt een survival pro. Huh. Is dit een... Oh my god, dit is volgens mij een... Oh my god, sinds wanneer zeg ik dat? Is dit een ravine? Oeh, daar zitten meestal wel leuke dingen. Ja, dit is een ravine. Hij is wel heel dun. Nog nooit zo'n dunne ravine gezien. Of is dit echt typisch voor mineshafts? Aight, dus dit zit altijd al onder mijn eiland. Nou, niet onder mijn eiland waarschijnlijk, maar vlakbij mijn eiland. Hey, lapis. Oh, shit. Ja, daar gaat mijn lapis. Zit hier nog diamonds? Ja! Yes, oh my god! Yeah. Even weg met jou. Oké, dan moeten we dat even voorzichtig gaan doen, want we zitten hier wel vlak bij lava. En lava is slecht.
En diamond is goed. Oh man, volgens mij zit hier niks. Uit 2 blokken diamond. Dus er zijn er nu 4 in totaal. Dus kan ik ook een diamond shovel maken. Maar als ik nog 1 diamond heb, dan heb ik een diamond sword. Uit. Ik blijf nog even hier om, mensen. Als jullie het niet erg vinden, dan ga ik nog eventjes hier een beetje minen. Even kijken hoor. Wat is er eens heen? Hier al. Hier, goud. Ik moet wel voorzichtig zijn. Want ik vertrouw het niet. Oké, rustig. Nee. Oeh, in de water. Oh. Oké, okay, ik ga terug. Ik onthoud dit, ik ga terug. Oké, hier was de creeper ontploft. Kut, dan moet ik nog langs al die zombies daar roken. Oké, ik ga terug. Ik ga niet cheaten, ik kan het. Mensen vinden het niet leuk als ik cheat. Oké, even nog redstone, dat is handig. Ja, oké. Heb ik geen zombievlees? Ja, zombievlees. Zombievlees. Ik kan zombievlees eten. Oké, eten. Goed, nog eentje. Hé, niet gepotioned. Kut, nou wel. Maar komt er wel leven bij, toch? Yes, er komt leven bij. Oké. Ik ga die diamonds maar gewoon even in veiligheid brengen. Oh, fuck. Ga weg. Oké. Wachten. Ik ga wachten tot ik weer full levens heb, hoor. Want ik stress me eigenlijk een beetje kapot nu. Oh, shit. Het is handig als je eigenlijk een ender chest of zo hebt. Dat ik die gewoon mee kan nemen naar beneden. Is dat goud? Ja, dat is goud. Oké, rustig. Mensen, geen stress. Kijk, ik leef gewoon nog en er komen de hartjes bij. Oftewel, ik blijf leven aan mijn life. Ik ga hier gewoon nog even farmen. Gewoon om... Farmen, niks te farmen, minen! Minen, dat ga ik doen. Oh, daar. Die gast heeft enchanted. Daarom is hij zo goed. Hier. Ik raak je eerder. Ik ben beter. Yes. Homo. Niks tegen homo's. Even kijken hoor. Die kant op. Waar staat het bordje? Hier zo vlakbij vast wel. Er zat een beest in de lava. Oké, rennen, Timo. Nee, niet rennen. Dan gaat je eten op. Ja. Oh, fuck. Vleermuis. Oh, ik schrok kapot. Ook als spin was. Oké. En als we er dan zijn, dan is deze aflevering weer afgelopen. En dan gaan we volgende keer veilig terug die mine in. Of ik ga offline even wat minen. Kan ook. Yes, die kant op. Het is wel handig. Eigenlijk is het ook helemaal niet zo heel ver weg. Het is gewoon... Als je de bordjes volgt, kom je ook zo thuis. Yes, ik ben er bijna. Deze kant op. Daar is het. Veilig! Wow, dat klonk een beetje eng. Oh, yes! Ha, had je wat? Oh, what the fuck, ik kan door de muur heen. Natuurlijk, die gaan die deuren kapot maken. Eigenlijk moet ik die vervangen. Kijk, want hier heb ik er ook nog één. En dan heb ik er 4. En ik heb hier ook nog allemaal dingen die ik mee naar boven ga nemen. Ik had hier ovens. Ik ga hier gewoon smelten. Ik ga hier de goud in smelten. En hier, oh, dat is onlogisch, want ik heb meer iron dan goud. Fuck it, even omwisselen. Ja, even afmaken. Nee, geen zin in. Oh, wat krijg ik dan? String? Waarom krijg ik dan een string? Gaar. Oké, op erin. Daarin. Heb ik nog meer vrijwilligers? Ja. Vrijwilligers. Oh, ik heb nog fucking veel iron, joh. En zo... ja, die iron die gaat mee naar mijn kistje boven. En jij ook. En diamonds ook. En dat is ook wel handig om mee te nemen. Oké, we gaan naar boven. Even kijken, laat je challenge alvast maar achter. Want ik ga zo afsluiten. Even kijken, 24 minuten, dat is weer een lange aflevering. Geen eens een spierbuild. Hey, dat is leuk. Dat is ook een keer is anders. Want er was ook helemaal geen build. Het was alleen maar mijnen. Maar we hebben lol gehad. Toch? We hebben lol gehad, ja. Was leuk. Oh, het regent. Maar het is dag. Dat is beter. Hoe is het, jongens? Ga maar lekker onder die boom staan. Daar heb ik hem ook voor gezet, want dan word je niet nat. En wat doen ze? We gaan lekker onder die boom staan. Goed zo, jongens. Ik ga ook alvast even die carrot planten. Ik weet niet eens hoe je dat doet. Doe je dat gewoon zo, toch? Nice. Krijgen we lekker meer van die lekkere dingen. Oké. Jij gaat de chest in. Alles even de chest in. Cole ook. Zit die nog wel in? Nee, Cole die gaat daarin. En dan gaan we een pickaxe maken. Ja, het moment is daar. Timo heeft de diamonds om een pickaxe te maken. Ta. Heb ik net een nieuwe iron, maar dat maakt niet uit.
Ik heb druk in de koekje. Oké, ik ga binnenkort ook kisten hieronder in de kelder maken. Mijn huis gaat ook groter worden, dus die kelder die wordt al fucking groot, denk ik. En dan ga ik kisten maken met gesorteerd en alles. Zoals het hoort, zoals ik het altijd wel fijn vind als dat is. Maar dat is allemaal in de volgende aflevering. Heb je buiten dat nog vette challenges? Laat ze achter in de reacties of twitter het me gewoon naar @DezeKeerTimo. De leukste die ga ik gewoon doen. Meestal doe ik er twee als ze echt handig zijn of echt uitvoerbaar zijn. Je moet even rekening houden tot dit de spullen zijn die ik tot nu toe heb. Ik kan er natuurlijk nog wel meer doen. Ik ga even alvast nog wat bomen planten en zo, zodat ik allemaal hout heb. Maar dat zijn dus eigenlijk de spullen die ik tot nu toe heb. Dus ik kan nog niet grote kastelen gaan bouwen of grote villa's. Ik heb nog wel, dat is mijn enige huis tot nu toe. Maar verder mag je alles insturen. Originele dingen. Originele manieren om beesten te doden of zo. Stel, gevangen een skeleton en blaas hem op met TNT. I don't know. Dat soort rare dingen. Dat mag allemaal. Laat gewoon je creativiteit je gang gaan. Abonneer op de show. Dat is ook makkelijk. Als je onderin kijkt in de beschrijving zie je het knopje Survival Island. Dat is de show. Daar kun je op abonneren. Dan krijg je alleen de dingen van Survival Island in je inbox. Hoef je niet per se op een gamekanaal geabonneerd te zijn. Wat ik natuurlijk wel aanraad. Maar dat is dus makkelijk als je dat wil. Doe een duimpje omhoog. Voeg hem toe aan je favorieten. Want heb ik nog iets vergeten? Ja, challenges doen. En je kan de map downloaden in de beschrijving. Dus als jij vanuit deze staat, wat ik tot nu toe allemaal voor je gedaan heb, verder wil gaan, kun je dat gewoon doen. In de beschrijving staat de link voor de download. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei. Terwijl stoppen.